Het is maandag 13 oktober. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Let op, morgenmiddag vertrekt de Oasis of the Seas weer. De Koninginnenweg in Rotterdam-IJsselmonde is gevaarlijk. En de restauratie van Onderwijsmuseum in Dordrecht ligt op schema. Dan alvast kort het weer van morgen. Dinsdag is er bewolking, maar af en toe breekt ook de zon door. Bij een matige tot krachtige wind uit het zuiden blijft het wel vrijwel overal droog. In de middag wordt het zo'n 17 graden. De Oasis of the Seas, het grootste cruiseschip ter wereld, is morgen nog één dagje te bewonderen in Rotterdam. Na de renovatie ligt het schip tot 5 uur dinsdagmiddag aan de kade van de Wilhelminapier. De Oasis of the Seas heeft de afgelopen 2 weken een grondige opknapbeurt gehad bij Keppel Verolmen. Zo is de buitenzijde schoongemaakt en waar nodig opgeknapt, heeft het schip een nieuwe motor gekregen en is er binnen geverfd en nieuwe vloerbedekking gelegd. Morgenmiddag om 5 uur verlaat hij de Wilhelminapier om uiteindelijk via de Waalhaven, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis rond 7:30 het ruime sop te kiezen. En op de redactie verslaggever Justus Kooijman. Justus, in 2 weken tijd het grootste cruiseschip ter wereld verbouwen. Dat is dus gelukt. Ja, dat is gelukt. Er is ook keihard gewerkt door zo'n 1500 werknemers uit vooral Azië en Zuid-Amerika. Er is bijna dag en nacht doorgewerkt en dat is niet helemaal goed gedaan. Want de arbeidsinspectie heeft 2 controles uitgevoerd en het blijkt toch dat er overtredingen zijn begaan. Er waren in sommige gevallen geen werkvergunningen, die waren niet op orde. Er is te lang doorgewerkt, soms 14 tot 16 uur per dag. En ook was er onderbetaling voor de mensen die daar werkten. Dus er is inderdaad hard gewerkt, maar helemaal foutloos is het niet gegaan. En dus, neem ik aan, een flinke boete voor de rederij? Ja, daar ziet het wel naar uit. Hoeveel precies zal moeten worden betaald, dat is nog niet helemaal duidelijk. Er wordt nu uitgezocht welke overtredingen zijn er precies gegaan. Maar ga er me wel vanuit dat er enkele tonnen moeten worden betaald door de eigenaar van het cruiseschip. Of die ervan wakker ligt, dat is een tweede, want de totale verbouwing heeft miljoenen euro's gekost. Dankjewel, Justus Kooijman. 36 verdachten staan volgende maand terecht vanwege het plegen van openlijk geweld tijdens de bekerfinale tussen Ajax en PEC Zwolle eind april in de Kuip. De rechtbank in Rotterdam heeft 3 dagen voor de behandeling van de zaken uitgetrokken. Op 7 november staan de eerste 12 terecht. De wedstrijd Ajax-PEC moest lange tijd worden stilgelegd omdat vanuit een vak met Ajax-fans vuurwerk op het veld werd gegooid. En ook werden er vernielingen in het vak aangericht. Alle verdachten hebben al een stadionverbod gekregen. En Ajax verloor de wedstrijd overigens met 5-1. En zo meteen in deze uitzending. In Zederik wordt hard gewerkt aan het beeld voor het Onderwijsmuseum. In het zorghotel Van Aafje naast het Maastadziekenhuis in Rotterdam-Zuid is de MRSA-bacterie ontdekt. 1 patiënt en 2 medewerkers zijn besmet. En nog eens 94 patiënten en 60 medewerkers zijn getest. MRSA kan infecties, bloedvergiftiging, botinfectie of longontsteking veroorzaken. En bij het zorghotel staat verslaggever Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, hoe is die bacterie in het zorghotel terechtgekomen? Ja, dat weten ze niet precies. Dat moet onderzoek nu uitwijzen. De patiënt kwam uit het Maastadziekenhuis, is toen ontslagen en toen getest en toen had ze die bacterie niet. Een paar dagen later is die bacterie wel in het zorghotel bij haar gevonden. Ja, en hoe komt die daar nu? Komt het van bezoek? Komt het bijvoorbeeld van verplegers die het al hadden? Want er waren ook 2 verplegers die bacterie bij zich dragen, blijkt nu uit testen. Dat moet allemaal onderzocht worden. En er wordt een grote testronde gedaan, want ook meerdere patiënten en meerdere personeelsleden moeten zich nu laten testen. In ons protocol staat ook als je een aantal medewerkers dus positief test. Dat betekent dat je ook de tweede ring gaat testen, zoals dat zo mooi heet. En dat betekent, ja, we willen gewoon zeker zijn. Dus alle gasten uit het zorghotel en alle medewerkers van AFI die hier betrokken zijn geweest, die gaan wij nu testen. Of die testen zijn al afgenomen en ja, dat ligt nu bij het lab. En wij hopen daar zo snel mogelijk, en dat zal uiterlijk binnen 3 dagen zijn, dat we daar een antwoord op hebben. En van daaruit ga je natuurlijk weer kijken wat voor beleid komt daaruit. Dus we hopen dat het beperkt blijft bij deze 2 medewerkers en de klant. Maar ja, dat moeten we nog wel aantonen. Ja, Jan-Roelof, wat betekent dit eigenlijk voor de zorg in het zorghotel?
Die gaat gewoon door. Er komen ook gewoon nieuwe patiënten binnen. Ja, iedereen wordt geadviseerd zijn handen goed schoon te houden. En alles blijkt nu daaruit uit die testen wat er gaat gebeuren. De patiënt die die besmetting heeft, die ligt op een aparte kamer. Ja, en mensen die hier vandaan het zorghotel nu verlaten voor het ziekenhuis of voor een verpleeghuis, die worden tussentijds nog extra getest. Oké, dankjewel, Jan-Roelof Visser. De huidige verkeerssituatie op het kruispunt van de Koninginnenweg in Rotterdam-IJsselmonde moet zo snel mogelijk worden aangepakt, vinden de bewoners. Aanleiding is het ongeluk 2 weken geleden, waarbij een 17-jarige scooterrijdster ernstig gewond raakte bij een aanrijding. De bestuurder van het andere voertuig is doorgereden. De voorzitter van de gebiedscommissie wil binnen 2 weken een bewonersavond organiseren. Het is heel makkelijk om met een vinger te wijzen waar het fout gegaan is. Maar we moeten juist kijken naar een structurele oplossing voor de toekomst. Gedane zaken nemen geen keer. Ik hoop dat Jennifer heel snel weer de oude wordt. Maar dat zij dan in ieder geval wel degene is geweest die iets aan dit kruispunt heeft gedaan. Aanleiding voor de bewonersbijeenkomst is het ongeval in de nacht van 29 op 30 september. Door onduidelijke oorzaak is de 17-jarige Jennifer geschept door een auto die na het ongeval is doorgereden. Het is om 1 uur 's nachts gebeurd. Ik woon hier toevallig ook op het kruispunt. Ik hoor een gigantische klap. Je stapt toch uit je bed, je kijkt naar buiten. En je ziet dan hier op het kruispunt, midden op het kruispunt, zie je dan iemand liggen. Ja, en toen ben ik versneld naar beneden gelopen. Met een aantal bewoners hebben we haar dus hier aangetroffen. Het slachtoffer verkeert nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis waar ze kunstmatig in coma wordt gehouden. Het kruispunt heeft lange tijd op de gemeentelijke blacklist gestaan. 2 jaar geleden is het kruispunt door de gemeente aangepast en van een voorrangskruising naar een gelijkwaardige gemaakt. En daarmee verdween het kruispunt van de zwarte lijst. Ik heb begrepen dat sinds 2009 tot en met nu er geen enkel ongeval geregistreerd staat. Dit wil ik ook met de buurtbewoners gaan bespreken. Ja, ik durf dat niet te hard op te zeggen. Ik zeg al, ik ben ervaringsdeskundig, ik woon op dit kruispunt en ik weet gewoon uit ervaring dat hier een aantal ongevallen zijn gebeurd. Ook met lichamelijk letsel en dat ze niet geregistreerd staan. Ja, dat vind ik gewoon ongehoord. Ja, de gemeente Rotterdam laat weten dat tijdens het politieonderzoek geen aanleiding is gevonden voor nog meer aanpassingen aan het kruispunt. Maar ze staat wel open voor input van de bewoners. En op de redactie voor de sport staat Clay Ruperti. Clay, Neptunus werd gisteren voor de 15e keer landskampioen door een sensationele overwinning op Amsterdam. En de grote vraag is natuurlijk, hoe is het met de arm van pitcher Barry van Driel? Ja, nou ja, die arm zit er nog aan en daar is eigenlijk alles wel mee gezegd. Van Driel eiste gisteren een hoofdrol voor zichzelf op. Hij was de startend werper bij Neptunus en dat doet hij eigenlijk niet zo vaak. Van Driel is een pitcher die normaal gesproken gedurende de wedstrijd op de heuvel komt. Een zogenaamde reliever of closer en dan gooit hij maar een paar ballen. Maar gisteren moest hij dus starten en dat deed hij eigenlijk uitstekend. Hij kreeg maar 2 honkslagen tegen en mede dankzij zijn goede spel won Neptunus dus en pakte het de landstitel. En dat was alle pijn aan de arm waard. Niet alle alcohol is er gisteravond doorheen gegaan. En misschien is dat maar goed ook, want Van Driel kan wel een stevige pijnstiller gebruiken na zijn goede optreden. Amsterdam-pitcher Rob Koordemans voorspelde gisteren na de zege van Neptunus al dat Van Driel nog enige hinder zou ondervinden van zijn arm. Ja, die kan even zijn elleboog gaan zoeken de komende paar dagen, denk ik. Want ik ben heel benieuwd hoe hij zich morgen voelt. Hij heeft gelijk gehad. Ja, na de ene laatste start had ik hetzelfde probleem. Heb ik 3 dagen last gehad. En pas die donderdag kwam er enigszins beweging in. En ik verwacht dat het nu niet veel sneller over zou gaan. Dus. Van Driel verbaasde in de Holland-series vriend en vijand door 2 keer als startend werper Neptunus naar de zege te leiden. Omdat pitcher Diego Marmark wel was geschorst, kwam coach Evert-Jan het Hoen bij hem terecht. Ja, door nood moest ik weer starten en het heeft goed uitgepakt. Inderdaad, als Diego niet geschorst wordt, dan gooit waarschijnlijk Diego zaterdag in Intema zondag. En dan stond ik gewoon in de relief. Ja, het verbaasde me wel dat ik 130 ballen kon gooien en gisteren had ik er volgens mij rond de 110. Dus ik heb dat nog nooit eerder gedaan, dus het was een pure verrassing voor mij. En het is nogmaals, goed uitgepakt. Ze zeggen tegen mij, ik ben pas na 29 jaar erachter gekomen dat je eigenlijk een starter bent. Maar dingen gaan zoals ze gaan. Nu hij heeft bewezen als startend werper uit de voeten te kunnen, zal de status van Van Driel bij Neptunus en Oranje waarschijnlijk veranderen. Ik denk dat mijn rol inderdaad wel anders wordt bij Neptunus volgend jaar. Maar daar moeten we nog in overleg, dus het is nog even afwachten hoe dat uitpakt. Dat wachten we dus rustig af. Waar we niet lang op hoeven te wachten is op Sportclub Rijnmond. Dat programma is er zo weer na het nieuws. Daarin kijken we natuurlijk uitgebreid terug op die titel van Neptunus. Verder waren we bij volleybal. Voetbal uit de topklasse hebben we en een portret
van Sparta-spits Johan Voskamp. En alsof dat allemaal niet genoeg is, waren we ook nog bij de Harbour Run. Jeetje Mina, dankjewel. Clay Ruperti. Er wordt hard gewerkt om het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht nog voor de zomer open te hebben voor het publiek. De restauratie van het gebouw De Holland van architect Sybold van Ravenstein is inmiddels ver gevorderd. En bovendien wordt er bij steenhouwerij Zedrik druk gewerkt aan de beeldengroep die boven de entree van het gebouw stond. De man met de twee paarden die in bedwang gehouden worden tijdens een brand van beeldhouwer Willem van Kuilenburg werd bij de oplevering van De Holland in 1939 op het gebouw geplaatst. In april dit jaar bleek tijdens de renovatie van het gebouw dat het zo slecht was dat er een nieuwe moet komen. Het oude beeld werd van het gebouw getakeld en hier naar Zedrik, de steenhouwerij, gebracht. Directeur Thijs van Ruiten van het museum ging vandaag kijken hoe ver het staat. Vandaag is voor mij ook echt weer een cadeautje. Dat ik mag komen kijken bij de steenhouwerij, waar de beeldhouwer echt met de hand ook nog bezig is om dat beeld wat vroeger op de Holland stond. Ik heb hier ook nog een plaatje van, zoals het er in de jaren 80, voordat de Albert Heijn erin kwam, eruit zag. Dat prachtige beeld van die twee paarden die in vlammen staan en door een man eigenlijk in toom gehouden worden. Ja, dat stond vroeger boven op ons nieuwe museumgebouw. Voor de basis is er een computerscan, maar de afwerking gebeurt met de hand. Ja, het is echt zo'n grensvlak tussen ambachtschap en kunstenaarschap, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus je moet dat delen zelf invullen. Maar je ziet inderdaad af en toe wat meten, maar sommige dingen kun je ook niet meten. Dus dan is het gewoon even letterlijk voelen van hoe gaat die bocht. En dan... Een ambachtsman, een beeldhouwer die hier gewoon bezig is om dat beeld weer opnieuw te maken. En dat geeft mij weer eens aan hoe belangrijk ook beroepsonderwijs is. En voor een onderwijsmuseum is het ontzettend leuk om te kunnen zien op wat voor manier er aan ons gebouw gewerkt wordt. Over een paar maanden is de beeldengroep klaar om teruggezet te worden. Dan wordt ook het gebouw opgeleverd en kan gestart worden met de inrichting. Voor de zomer van volgend jaar willen wij graag opengaan. En als dat gecombineerd zou kunnen worden met de plaatsing van het beeld of iets daarvoor, dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws kunt u vinden op onze website rijnmond.nl. En nog een mooie dag verder.